En leuk dat je kijkt deze video over het periodiek systeem van NASC in een nutshell. Ja, het periodiek systeem. Voordat we daar echt naar gaan kijken, is het van belang dat we eens gaan onderzoeken wie heeft dat eigenlijk bedacht. Nou, Dmitri Mendeleev, een scheikundige, die bedacht het in 1869. En waarom bedacht hij het? Hij deed allemaal onderzoek naar stoffen en er waren wel systemen om ze te weergeven, maar hij ontdekte, die stoffen die hebben soms overeenkomsten. Die hebben soms dingen die lijken sterk op elkaar. Dus wat deed hij? Hij bedacht een heel mooi systeem waarin de stoffen die dezelfde eigenschappen hadden onder elkaar kwamen te staan. Waardoor hij zo kon redeneren, als deze stof bestaat, dan moet die andere stof ook bestaan. Dus op een hele rationele wijze ging die man kijken naar de scheikunde. En hij onderzocht dat en hij bleek later ook gelijk te hebben. Het periodiek systeem zoals we dat nu kennen, zie je hier. Je ziet allerlei elementen, zoals waterstof, die staat hier. Of helium, die staat daar. Nou, het systeem is als volgt opgebouwd. Alle elementen die we kennen, hebben nummers. Dus waterstof is 1, helium is 2, koolstof is bijvoorbeeld 6, stikstof 7. Nou, zo heb je alle elementen. En je kunt het systeem eigenlijk opdelen in twee soorten categorieën. Namelijk de perioden, dat zijn de horizontale lijnen. Daar staan die getallen hier. Daar staan die getallen hier ook voor. Ik probeer het even te traceren. Getallen hier. Dat zijn de perioden en dat hoort dus bij zo'n horizontaal vlak. De groepen zijn veel interessanter voor ons. Dit zijn namelijk deze. Dit is bijvoorbeeld groep 1a, dat zijn de alkalimetalen. En wat blijkt nou? Al die stoffen hier, die hebben een heel grote reactiviteit met water. En hoe verder je naar onder gaat, hoe extremer het wordt. Dus lithium reageert heftig met water, maar natrium reageert nog heftiger met water. Dus je ziet duidelijk dat daar een opbouw in zit. Dus al die stoffen hebben een overeenkomst. En nu kan het best voorgekomen zijn in de tijd van Mendeleev dat hij niet wist dat kalium bestond. Dus er stond er een groot vraagteken door dit vakje. Ik kleur hem nu even in om te laten zien dat hij er dan niet was. Maar Mendeleev kon met zijn steen beredeneren. Hey, die stof die ik nog niet ken, die moet daartussen zitten en die moet dus bestaan. En zo werkt het periodiek systeem. Dus eerst was dat heel erg leeg en later is dat gevuld met allerlei stoffen die we eerst nog niet kenden. Nou, ik heb er ook nog een websiteje over opgezocht. Het periodiek systeem. Dat is hier, dat is P-table. P-table, periodic table is dat. En dan kun je over alle stoffen wat meer informatie vinden. En dan zie je ze ook, hè, groep 1. Dan kleurt hij zelfs op, dat zijn de alkalimetalen. Groep 2, de aardalkalimetalen. 17, de halogenen. En 18, de edelgassen. De eerste groep, de alkalimetalen, reageren dus heftig met water. Lithium reageert heftig met water, maar kalium nog heftiger. De tweede groep, de aardalkalimetalen, reageren ook wel met water, maar veel minder heftig. Maar ook daar geldt, hoe verder je naar beneden gaat, hoe heftiger de reactie wordt. De halogenen in groep 17, die zie je hier. Dat zijn fluor, chloor, brom, jood, ga zo maar door. En belangrijker is groep 18, de edelgassen. En waarom zijn die nou van belang? De edelgassen staan namelijk bekend dat ze niet of nauwelijks reageren met andere stoffen. Daar voelen ze zichzelf te edel voor, om het maar zo te zeggen. Zij reageren niet met andere stoffen. Waarom? Dat leer je later wel, maar voor nu is het voldoende om te weten, ze reageren niet. Of nauwelijks. Nou, dat zou de volgende sheet geweest zijn. De elementen in een groep hebben ongeveer dezelfde stofeigenschappen. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan die edelgassen, die reageren allemaal nauwelijks met deze, reageren allemaal nauwelijks met andere stoffen. Dat hebben ze dus overeen. Nou, de alkalimetalen en de aardalkalimetalen had ik ook al verteld net. De een reageert heftig met water, de ander reageert minder heftig met water. Nou, je weet nu van alles over het periodiek systeem der elementen. En met deze basis kun je weer verder met het ontdekken over deeltjes. Succes!